Italiaanse vriend Jacopo Colonnacci verwoordde het een keer al heel mooi. Hij zei: "You know, we Italians, we are a country of winners. Even if we play bad, we win. But you, the Dutch people, you always lose. You are a country of losers." Garcia heeft hem, het is uit. Nederland ligt uit het toernooi. En dat bracht me op de volgende vraag. Verliezen Nederlanders dan werkelijk altijd? Zit het misschien in onze genen? Om dat te testen heb ik een Nederlander, een Duitser en een Italiaan uitgenodigd. Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor Mark uit Nederland, Fernando uit Italië en Rocco uit Duitsland. Yes. Heren, welkom. Jullie gaan zo dadelijk tegen elkaar racen. Of beter gezegd, jullie sperma gaat tegen elkaar racen. Want dan zien we bij de bron of er een verschil zit in winnersmentaliteit. En kandidaten, het is zometeen aan jullie om te bepalen welk van deze drie nationaliteiten het beste presteert. Als jullie misschien nog wat extra informatie willen, mogen jullie allebei één vraag aan één van deze drie mannen stellen. Ik zou graag aan de Italiaan willen vragen hoe vaak hij ejaculeert. Wat zei je? Hoe vaak hij klaarkomt. Fernando, kom het je daarbij die klaarkomen? 5 volte al giorno. 5 keer per dag. Eus, wil jij ook nog een vraag stellen? Ja, dan wil ik hem aan de Nederlander vragen. Prima, dan gaan we het ook aan de Nederlander vragen. Het, let wel op, hè, dit is straks een race. Dus het gaat niet om de kwantiteit, maar om de snelheid. Maar alsnog, Mark, ga ik ook aan jou vragen. Hoe vaak kom jij klaar? Dat verschilt per dag. Dat verschilt per dag. Goed, kandidaten, dan mogen jullie nu een keuze gaan maken. Ik ga voor de Duitser. Eus zegt Rocco de Duitser. En Lucille? Ja, ik ga voor de Nederlander. Heren, jullie hebben alle drie een privécabine. Ga je daar nu maar even lekker in terugtrekken. En dan komen we zo meteen bij jullie terug. Voor de reclame zagen we hoe Eus zijn geld inzette op Rocco uit Duitsland. Lucille koos echter voor Mark uit Nederland. Daar hebben we nog wat beelden van. Laten we even ernaar gaan kijken. Ik ga voor de Duitser. Ja, ik ga voor de Nederlander. Heren, zijn jullie inmiddels zover? Ja. Jawel. Dan mogen jullie alle drie de cabine verlaten en je potje aan dokter Peter geven. Rocco, jij ook. Geef maar aan dokter Peter. En terwijl dokter Peter aan de slag gaat met de spermatozoïden, geef ik het woord aan niemand minder dan Evert ten Apel. Dankjewel Stefano voor deze eervolle uitnodiging voor deze bijzondere wedstrijd. En de sfeer onder het publiek is al geweldig. De spanning is enorm, want dit wordt echt een wedstrijd. Gaat Nederland nou eindelijk eens een keer iets winnen of wordt het weer net niet zoals zo vaak? Ik ben ontzettend benieuwd. De spanning loopt op. Kijk eens, daar zijn de heren er vandoor. Mark de nuchtere Nederlander, Fernando de flamboyante Italiaan en Rocco de degelijke Duitser. Maar Mark neemt de voorsprong van een paar meter. Gaat hij niet te snel voor start? Verspeelt hij niet alle kruid hier? De Italianen, Fernando willen het natuurlijk altijd mooi doen. Maar vlak nooit Rocco de Duitser uit. Mark loopt uit. Gaan we dan eindelijk toch een keer winnen? Maar daar komen de Italianen en daar komen de Duitsers. Mark ligt nog voor, maar Fernando komt dichterbij. Rocco ligt in de derde positie. Nederland zakt een beetje weg. Fernando komt op. Fernando komt eraan met een geweldige eindsprint. Daar is de finishlijn. Daar is de finishlijn. Rocco wint voor Duitsland. En daar is Fernando de Italiaan. En Mark valt helemaal terug. En we hebben weer niet gewonnen. Duitsland 1, Italië 2 en Nederland 3 behalen. Dankjewel Evert. Ja, het is weer een zover. Duitsland in de laatste minuut. Heel erg typisch. Dat betekent een punt voor Eus en niet eentje voor jou, Lucille.